Goedemorgen, welkom bij Café Tinto. We hebben het over leven met een meervoudig gehandicapt kind. Zorg bij ProLife Zorgverzekeringen. En we hebben het over de voedselactie van Dorcas. Welkom bij aflevering 377 van Café Tinto. Bijzonder goedemorgen, welkom bij Café Tinto. Vanmorgen heb ik drie gasten en we hebben het over zorg. En Jannie, je hebt prachtige beelden meegebracht. Je hebt ze zelf gemaakt. En het zijn beelden met een verhaal. Dit is... Dit beeld heet Vaderskind. Ja. Onze dochter heeft, ondanks dat ze geen één woord kan zeggen, heeft ze belijdenis gedaan. En dit is haar belijdenisbeeld. En dit symboliseert jullie dochter? Dit symboliseert ons dochter. En dit symboliseert de hemelse vader. Die hij die zegt van, ik draag je. Ook wel de aardse vader hoor. Ja. Want ze moet heel veel gedragen worden. Maar het is eigenlijk allebei je vaders. Ja, ja. Prachtig. Nou, we praten straks verder over het leven met een kind met meervoudige handicaps. Maria, zo heet jullie dochter. Hè? Nou, er zijn nog meer beelden en daar praten we ook straks over. Okay. Over de zorg praten we natuurlijk. Want daar komt heel veel zorg bij kijken. Jullie weten alles van loketjes bezoeken, hè? Marga, jullie kunnen mensen ook wegwijs maken, hè, in ja. de verschillende loketten wijzen. Ja. Is dat een makkelijk traject voor mensen? Of zeg je van nou, het is wel eens moeizaam? Wij hebben één loket. Ja? Als ze naar de zorgcoach bellen bij ProLife, die helpt ze sowieso verder waar ze eventueel moeten zijn. Ook met de veranderingen die eventueel aankomen. Ja, en jij bent zo'n zorgcoach. Ja, maar ik kom dan echt bij de mensen thuis. En dat is echt meer gespitst op het geval zelf. Maar als mensen zeggen van, goh, gaan dingen veranderen? Hoe gaat dat? Of wat moet ik daarmee? Dan kunnen ze ook naar de zorgcoach bellen bij ons. Ja, oké. Okay. En Abel Korevaar, je hebt een doosje meegebracht. En zo'n doosje moet vol met voedselproducten. En die gaan dan richting, nou, Oekraïne en noem maar op, hè. Die foto die we daar zien, dit is een woonhuis, hè? Is dit serieus of is dit gewoon een vervallen woningje? Wonen daar mensen in? Kun je dat voorstellen? Ja, ik kan me dat inmiddels voorstellen. Ik ben even werkzaam bij Dorcas. En het schrijnende van ja, hoe mensen soms wonen is gewoon aangrijpend. En dit ziet er, moet ik zeggen, heel, heel vervallen uit. Ja. Heb je die zelf gemaakt? Nee, ik heb niet zelf gemaakt. Ik ben zelf twee keer in Oekraïne geweest. En zo wonen mensen inderdaad. Dat zijn mensen die... Ja, wat is de uitkering daar per maand? 60 euro, geloof ik. Dat is je pensioenetje en dan moet je het van zien te rooien. En de prijzen van voedsel zijn, geloof ik, in Oekraïne... in de supermarkt vergelijkbaar met de prijzen hier. Nou, dan kom je niet ver met 60 euro. Het is de voedselactieweek. Die doos die er staat... is al een beetje gevuld. Wat voor producten gaan er onder andere in? Ja, er is ongeveer 18 artikelen. Ja. En ik heb er een paar meegenomen. Er zit soep in. Macaroni. Allemaal houdbaar natuurlijk. Ja. Wat hebben we? Ingeblikt fruit. Olie. Ook oranje. Jam. Goede voedselproducten. Ja. En ook een enkele kaars. Kaars? Kaars. Een kaars, kaars. Om aan te steken. Ja, ja. Ja, want elektriciteit is niet altijd overal voor. Lang niet altijd, nee. Nou, we praten straks verder over de voedselactie. Want er zijn weer heel wat supermarkten die de komende week, eind van de week, weer mensen hebben staan die de bekende briefjes uitdelen om mee te doen aan de voedselactie. Straks hebben we nog even contact met Maria Minne en we kijken nog even terug op de eerste uitzending met bellers van Biecht TV afgelopen vrijdagavond hier op Family 7. Je hebt een vraag gekregen om een nieuwsbericht uit te zoeken. En ik zag, Abel, dat jij een prachtig bericht had gevonden. Ik vond het zo nostalgisch uitzien. Is het een bericht uit het ver verleden? Nee, ik denk dat onze krantjongen die heeft te lijden gehad onder de regenval vanmorgen. Ah, is het dat? Dus hij zat er wat verfrommeld in, maar het nieuws is er niet minder om.
Wat mij opviel was een kop in Trouw van voedselexpert Marcel Schuttelaar. En die heeft het over dat de duurzaamheid van ons voedsel onder druk ligt eigenlijk door de crisis. We gaan goedkoper kopen en dat loopt niet altijd synchroon met de duurzaamheid van ons voedsel. En dat spreekt mij enorm aan, want deze week is de voedselactieweek van Dorcas. En ook in onze hulpverlening heeft duurzaamheid een hele belangrijke waarde natuurlijk. Als je hulp geeft, dan wil je het liefst dat dat voor langere termijn dat het duurzaam helpt. Is. Dat het duurzaam is, ja. Dat is het bericht van Abel. Marga, wat heb jij... Ik zag twee berichten, want ik neem altijd twee berichten, of altijd, maar ik denk als iemand mijn bericht heeft, dan heb ik nog wat achter de hand. Heb je een escape? Ik zag dat van het weekend de herdenking was van Johan Friso. Dat trof mij erg, omdat ik denk, die familie die moet toch wel wat meemaken. Ze staan altijd in de... Maar wat voor mij eigenlijk het belangrijkste was, dat was dat het animo, ze zijn weer, mensen kunnen zich weer opgeven voor de Alpe d'Huez. En dat aantal fors lager ligt als vorig jaar. Hoe zou dat toch komen? Nou, dat bedoel ik. Hè, dat één persoon... Hè, wij hebben als mensen allemaal onze verantwoordelijkheid. Ik bedoel, ook als christen. Hè? Je kunt niet alleen christen in de kerk zijn, maar je hebt ook je verantwoordelijkheid in de daden die je doet, de beslissingen die je neemt. En dat heeft eigenlijk ieder mens, ook deze. En dat dan door één zo iemand... Hè, want ik bedoel, het aantal... kankerpatiënten wordt er niet minder door. Ja, dus, de impact van... dan heeft dat te maken natuurlijk met het declaratiegedrag van een van de mensen van de stichting. Ja, dat denk ik toch wel, ja. Ja. En dat, dat vind ik dan jammer. De impact en dat we bewust zijn van onze verantwoordelijkheid. Ja. Jannie, wat is het bericht dat jij hebt meegebracht? Nou, een klein krantenknipseltje. Ik heb een klein stukje meegebracht. Nou, het stukje laat zien dat klokkenluiders erg belangrijk zijn. En in dit geval de klokkenluiders die voor de kwaliteit van mensen met handicap zorgen. En die maken zich ernstige zorgen. Veel zaken zijn misschien niet juridisch, maar wel moreel laakbaar, staat erboven. En dat de zorgen lopen het gevaar te verworden tot een peperdure, oncontroleerbare oppascentrale. En daar maken wij ons ernstig zorgen om. Ja. Want wij voelen het al een beetje. En oppascentrale, dat klinkt als... Het wordt alleen maar opgepast en er is geen verdere zorg meer. De instellingen proberen best wel vaak door minder geld uit te geven... ga je mensen met lager niveau in de huis laten werken. Ja. Dus... dan wordt het wel eens een beetje oppascentrale van... mogen ze heel veel niet doen, omdat ze daar de opleiding niet voor hebben. Maar oppassen kan wel. Ja, met als gevolg dat het voor de mensen die het betreft... die de zorg zouden moeten hebben, wordt het allemaal minder en minder. Dat wordt zeker minder en minder, ja. Ja, dat is een zorg die kent u. Ja, ja. Rond dus uw eigen dochter. Ik schrok hier wel een beetje van dat het zo duidelijk staat... Aan de andere kant ben ik er blij om dat het zo duidelijk staat. Want je hebt wel weer wat in je handen om te zeggen van nou, zie je nou wel. Ja, precies. Dat we er niet blij mee zijn, nee. Dat is het nieuws dat jullie raakt. En het heeft allemaal een verbinding ook wel met jullie werk, hè? Ja. Is er iets waarvan u zegt, nou, dat raakt mij ook. Dat wil ik wel met jullie delen. Stuur een mail naar cafetinto@family7.nl. Ruim 1 miljard mensen in de wereld leven met heel weinig middelen. Ze hebben extreme armoede. En wat kun je dan doen? Nou, je kunt het constateren, Abel, maar je kunt ook zeggen handen uit de mouwen. Nou, dat is de mentaliteit bij Dorcas. Dorcas weet van aanpakken. En al jarenlang wordt de voedselactie georganiseerd. Weet je uit je hoofd hoe lang al? Dit jaar is de 18e keer. Dus in 95, 96 was de eerste keer. Ja. En het is ieder jaar heeft het plaatsgevonden. Ieder jaar komen er weer duizenden vrijwilligers samen met ons in actie om 1 week eigenlijk per jaar stil te staan met z'n allen. Bij de nood die er is, de armoede.
Ja. Het is altijd in de week van de dankdag, hè? Ja. Dat is heel bewust dat jullie die week kiezen. Ja, ja. Het is natuurlijk een relatie die we ook willen leggen van dank, het is de dankdag voor gewas en arbeid. En we hebben hier veel uitdagingen, maar ook heel veel om dankbaar voor te zijn. En dat staat nog steeds wel in schril contrast tot de armoede die we in veel Oost-Europese landen zien. Maar ook in Afrikaanse landen, waar wij natuurlijk de hulp willen brengen. Ja. Ja. Marga en Jannie, hebben jullie wel eens aan de voedselactie meegedaan? Bij de super? Ik heb er nooit gestaan, maar wij geven altijd wel een doos met voedsel. Maar de kerken doen het bij ons ook. Ja. Dus we komen dan ook met dozen naar de kerk toe. Oké. Okay. En wordt er gewoon via de kerk ingezameld? Ja. 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 Mooi. Voel je dan ook een verbondenheid met mensen dat je het ook geeft en denkt van dit is echt voor die en die? Of heb je daar geen beeld bij? Ik heb wel een beeld van dit is voor mensen die het echt nodig hebben. Ja. En op zich geeft dat wel een goed gevoel. Dat je weet dat het met open armen ontvangen wordt. Ja. Ja. Het is belangrijk, hè? Geven geeft een goed gevoel, zegt Jannie. Dat is ook zo, hè? Dat is ook zo, ja. Ja. Gelukkig wel. En helemaal niks mis mee, hè, om een goed gevoel te krijgen bij het geven. We hebben een filmpje. En ik dacht, als we daar nou samen naar kijken en jij vertelt ondertussen daar wat bij. Jij kent het filmpje helemaal niet. Ik ga je verrassen met het filmpje. Maar waarschijnlijk kun jij meteen dat wel inkleuren met een verhaal. Nou, zullen we gewoon kijken wat het oplevert? Ik ben benieuwd, ja. Ik zet je wel voor het blok, hè? Ja, leuk. Kussen, mij. Ja, dit is de zoon misschien van Siriam Emilia uit het noordoosten van Roemenië. En hij heeft voor zijn oude moeder heeft hij net een voedselpakket in handen gekregen. Wat in Nederland is samengesteld. En zojuist door de lokale kerk, door de lokale dominee, is afgegeven bij dit gezin. Ja. We kijken nu echt in hun woonhuis. Hè? Je zag hem naar binnen lopen. En je bent eigenlijk direct in de woonkamer. Waar ook het bed staat. Waar de kachel daar achter hem staat. Ja. Ja, je ziet de beperkte middelen waarmee ze, zo te zien een heel gezin, toch draaiende houden. De slaapkamer is in dezelfde kamer als de keuken. Het keukengerei ziet er verouderd uit. Je hebt meteen het idee dat er lekkage is, dat er tocht is. Komende winter. Ja. Ez most a kicsi, a legkisebb? Nem. Klein kérdés, Robert. És a másik még hol van a kórházban? Ja, je ziet heel duidelijk dat deze mensen het niet breed hebben. Deze mevrouw, hier zien we nog een foto van een mevrouw. Ouderen hebben het vaak in deze landen, als je het over Oekraïne hebt, heel moeilijk. Hoe komt dat? Ja, ik noemde net even Siriam. Emilia, maar zij staat wel een beetje model. Dat is een oudere mevrouw, 60 jaar. Die is haar man verloren. Is een zoon verloren. Ze heeft nog één zoon. Die zorgt ook voor de kinderen van de overleden zoon. Maar zij woont heel armoedig. Twee kamers, geen keuken, geen badkamer. En waar ze het van moet redden is, jij noemde eerder 60 euro. Nou, in haar geval 25 euro per maand. En dat is heel weinig om je hele leven eigenlijk te organiseren. En zij heeft dan nog een zoon die wel in de buurt woont, maar er zijn ook ouderen en die hebben niemand meer. En dan is het een hele eenzame, kwetsbare situatie voor zo iemand. En betekent het geweldig veel als er regelmatig iemand langskomt om naar zo iemand om te kijken. Hoe werkt het met de voedselactie? Het wordt hier in Nederland ingezameld en het moet ergens naartoe, maar daar zit volgens mij een logistiek apparaat tussen waar je echt nerveus van kunt worden. Ja, ik zeg er zelf u tegen. Ja. En dat is omdat we natuurlijk zelf een stuk logistiek doen, maar ook met alle vrijwilligers een best wel een grote operatie. Het gaat over 50.000 pakketten naast de fondsen die we inzamelen. En die pakketten, dat begint in de supermarkt en in de kerk inderdaad, maar ook op scholen. En die worden door de spullen die mensen kopen en afgeven aan de vrijwilligers, die worden in de dozen verzameld, in dozen als deze. Vervolgens gaan al die dozen na de week
naar regionale sorteercentra. Daar staan weer honderden vrijwilligers om de exacte samenstelling van de pakketten in orde te brengen. En die pakketten, ook weer voedseldozen, die worden ingeladen in vrachtwagens. En door chauffeurs, over het algemeen vrijwillige chauffeurs, die als ze boffen ook nog zo'n transport hebben gesponsord gekregen. Die brengen het naar in totaal 9 landen. 7 in Oost-Europa, inderdaad Oekraïne, Roemenië, mm-hmm. Albanië en Zuid-Afrika en Lesotho. En daar worden eigenlijk weer door lokale kerken en lokale partnerorganisaties van Dorcas wordt dat aan de mensen aan de deur gebracht. Ja. Die in beeld zijn, die gezien zijn van hey, hier is een kwetsbare situatie en deze kunnen echt een steuntje in de rug gebruiken. En natuurlijk is het afgeven van zo'n pakket ook onderdeel van een van langduriger hulp. Want met een pakketje alleen help je mensen wel voor heel kort, maar er moet toch structurele hulp zijn ook? Ja, het is, dat vind ik altijd wel belangrijk om te zeggen van op het moment dat zo iemand een voedselpakket krijgt, dan wordt zo iemand wel gezien en dat voelt ook zo. Opeens weet je dat je er niet alleen voor staat, dat er mensen aan je denken, iets voor je gedaan hebben. En dat brengt natuurlijk hoop in hun hart. Ja, want er zijn ook wel discussies geweest. Hè? Moet Dorcas niet in plaats van de producten daar naartoe te brengen, niet de producten daar inkopen, maar het psychologische effect dat je een pakje soep van honing hebt uit Nederland, voor de mensen daar, betekent enorm veel. Hè? Ja, dat denk ik. Absoluut. En wat ook meespeelt is dat doordat we vanuit Nederland natuurlijk de pakketten daar naartoe brengen, maken we de mensen hier ook wakker. Nee, als we, laat ik zeggen, het daar zouden doen, ja, dan vindt de actie daar plaats. En dan hebben we hier geen 6000 vrijwilligers die in honderden supermarkten en kerken toch even worden stilgezet bij de dankbaarheid die we hebben ten opzichte van de situatie daar. Ja. Dus wij vinden het belangrijk ook om mensen te helpen om in actie te kunnen komen. Want ik denk dat, net zoals Jannie zegt, van het willen geven, dat is ook fijn. Ja. Het is fijn om er te kunnen zijn voor anderen. Het maakt blij. Ja. De producten die erin zitten, dat kan niet zomaar van alles. Hè? Dus stel dat Jannie, Marga en ik, we lopen van de week in de supermarkt en een belege kaas, een goudse kaas. Dat vind ik een goeie, die doneer ik. Dan zeggen jullie, doe dat maar niet, hè? Dat klopt, ja. Wat we eigenlijk doen, is dat we, als je bij de supermarkt komt, maar ook als je in de kerk bent geweest gisteren, dan krijg je zo'n boodschappenlijstje uitgedeeld. Mm-hmm. En daarop staan precies de producten die in een voedselpakket komen. En dit kost met elkaar zo'n 25 euro. Dus die geven we dan mee, alsjeblieft morgen. En met het vriendelijk verzoek van, wil je ook in actie komen samen met ons? Koop dan een paar producten van dit lijstje en geef die af bij de vrijwilligers of in je kerk. Zo simpel is het. Er zijn supermarkten, die hebben zelfs een button, hoorde ik, op de kassa. Wilt u ook een pakket? Kling. En dan heb je 25 euro gedoneerd. Dat is een mooie actie. Oh. Ja, dat is zeker een mooie actie. Ja. Dat is zeg maar snel klaar. Dan hoef je niet zelf de producten bij elkaar te zoeken. Ja. Maar dan wordt wat dat betreft door de supermarkten wel heel enthousiast op dit initiatief gereageerd al jaren. Hè? Dat valt mij ook op. Dit jaar, bijvoorbeeld in mijn woonplaats zijn er twee, je zou kunnen zeggen concurrenten, maar die doen allebei mee. En ook mijn schoonmoeder, die woont bij ons natuurlijk in de woonplaats in Hattem. En zij is al jaren voordat ik Dorcas kende, was zij al actief bij deze voedselactie. Dus ook de supermarkt inderdaad. Ja. Het is echt een nationale actie geworden. En heel veel mensen zijn eigenlijk ieder jaar weer betrokken. Ja. De Dorcas voedselactie, ja. Elke keer worden die dingen ingezameld. En je kunt zelf, zo groot als jouw portemonnee is, bijdragen. Hè? Want ik geloof dat een pakje soep, wat is het meest goedkope wat op de lijst staat? Ja, daar vraag je me wat. Ik denk, je hebt geen inzicht in de prijs. Doe je ooit boodschappen zelf? Ik doe altijd boodschappen. Oh, altijd? Ja. Nou, dan moet je het weten. En ik let ook op de prijs. Zo heel snel even zou ik zeggen dat de macaroni. De macaroni? Denk rond de 70 cent. Maar je kunt het ook heel eenvoudig zien, hè? Op onze website. Daar hebben we eigenlijk een soort online voedseldoos. En daar kun je de
producten met de prijzen naast elkaar zien. Oké. Okay. Ja. Dus, maar dan moeten de mensen naar dorkasvoedselactie.nl. Ja. En daar kunnen ze dan de hele boel bekijken. Ja. Wanneer loopt de actie, op welke dagen deze week? Ja, hij is gisteren begonnen in de kerken. En de meeste supermarkten zullen na Dankdag, na woensdag, open gaan. Dus dat de vrijwilligers zich daar verzamelen. En aanstaande zondag wordt hij afgesloten. Dan zullen de kerkgangers hopelijk met veel producten naar de kerk komen. Het voedsellijstje afgevinkt. Ja, dikke tassen. Het aantal pakketten wat jullie inzamelen, waar moeten we aan denken? Wat hoop je? 50.000 voedselpakketten. 50.000? 50.000, ja. Dat is een mooi aantal. Ja. Ja. Zit er nog een stijgende lijn in van de jaren? Of wij zitten altijd eigenlijk net onder de 50.000. Ja, en ik... zo is dat. Het is redelijk stabiel. De afgelopen 3 jaar is het redelijk stabiel. En we begonnen ooit met 20.000. Waar we wel een toename in zien is eigenlijk de fondsen die we ook werven. Want het voedselpakket is één, maar de streken waar we de pakketten brengen, daar voeren we ook voedselzekerheidprojecten uit. Dus mensen die daarvoor in aanmerking komen, die dat kunnen, die helpen we om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Door opleiding of door een boer helpen zijn oogst te vergroten of door iemand een lening te geven. Nou, en die kant van het verhaal, die groeit wel. Ja. Dus er gebeurt veel meer dan de dozen zeg maar wegbrengen en uitdelen. Ja, het is meer dan een symbool, maar het is deels ook een symbool, zou je kunnen zeggen. Maar het is wel zo, alles wat in de doos komt, dat komt ook echt aan. We hadden net even, wat zijn nou de trends in deze... In deze, de producten die men koopt, dat product komt ook aan. Ja, en dat, dus dat wat jij in handen hebt gehad, gaat ook echt concreet naar mensen toe. Ja. Mooie actie. Succes ermee. Mensen die meer willen weten, kunnen naar de website dorkasvoedselactie.nl. Hè? Helemaal goed, dankjewel. Mooi, ook bedankt. Nog heb ik nog de gebedsonderwerpen. Wat zou jij aan de kijkers willen meegeven om voor te bidden? Ja, ik... Mijn gebed, en dan heb ik het eigenlijk over mijn verlangen, is dat, dat het beeld van iemand die het echt nodig heeft, dat iets in ons losmaakt in Nederland deze week om bij te dragen. En dat kan op allerlei manieren. Dat kan ook buiten Dorcas natuurlijk om. Maar het oog voor de naaste, dat is... Ja, ik zou wel willen bidden dat open gaat. Dat het oog... open gaat voor de naaste. Ja. Dat vind ik een hele mooie. Is genoteerd. Straks tegen 11:00, dan zijn er nog een paar gebedsonderwerpen genoemd. En dan zet ik ze allemaal nog even voor u op een rij. Dat kan handig zijn. Afgelopen vrijdagavond tussen 11:00 en 12:00 werd hier op Family 7 voor het eerst Big TV uitgezonden, waarin de kijkers konden reageren. En dat hebben ze gedaan. Biechten, hebben jullie er iets mee? Bij ons wordt het niet gedaan in de kerken, maar ik vind het wel jammer. Ik denk dat het prettig is om hardop tegen iemand te zeggen van dit of dat heb ik verkeerd gedaan of dat wil ik kwijt. Mm-hmm. Ik denk dat het heel belangrijk is voor mensen om iets kwijt te kunnen. Ja. Biechten zou wat jou betreft wel ingevoerd mogen worden? Ja, beslist. Ja. Ja. Marga? Het staat ook in de Bijbel, hè? Dat je behoort te biechten. En dan, je praat het ook aan. Het woord biechten staat volgens mij niet in de Bijbel. Nee, maar dat je bevindt wat je gedaan hebt, zeg maar, dat je dat deelt met de oudste van de gemeente. Ja. Dus, en beleid elkaar. En beleid elkaar. Ja. Ben jij een biechter, Abel, of ben jij zo'n vrome man dat je niks op te biechten hebt? Ik zit in de hoek van de biechters. Ja, je zit in de hoek van de biechters. Ja, ik zie het wel als iets heel relationeels. Een voorbeeld, laatst heb ik op mijn werk iets gezegd over een collega en dat flapte eruit, dat was niet goed. De dag erna kwam ik er bij de 3 mensen waar ik tegen zeg op terug. En dat is, dat wil ik dan doen, want dat schuurt dan van binnen. En het wonderlijke is dat dus heel goed ontvangen wordt. Want die mensen hadden ook iets gehoord van, dit klopt natuurlijk niet wat Abel even zei. Dus het maakt heel veel vrij en het bouwt enorm aan een relatie op het moment dat je daar toch even op terugkomt. Ik weet niet of dat echt officieel biechten is, maar ik zie het wel als echt iets relationeels.
Maar de dingen in ieder geval wel bespreken. Ja, ja. Aan de telefoon hebben we Maria Minne. Zij is bij het programma betrokken. Ze zit aan de telefoon en daar waar nodig draagt ze bij. Is zeg maar mijn sidekick, zoals het genoemd kan worden. Maria, goedemorgen. Goedemorgen, Evert. Hoe kijk jij terug op die eerste uitzending van afgelopen vrijdag? Goed. In die zin dat het best wel heel spannend was natuurlijk ook van hoe zal het gaan. Maar als je dan de telefoontjes krijgt en die binnenkomen en ik mag de verhalen horen van de mensen, dan vind ik dat wel heel bijzonder. En dan voel ik het ook wel als een soort van voorrecht dat ik daar mocht zitten. Welk gesprek is jou het meest bijgebleven? Wat mij heel erg is bijgebleven is een gesprek wat niet in de uitzending is geweest. Maar wat ik wel met een mevrouw heb gehad die een dubbel leven leiden, zeg maar. Dus overdag was ze een gewone mevrouw zoals we allemaal wel kennen. En 's avonds had ze een heel ander leven. En zat ze vast in drugs en in verslaving. Ja. Deze mevrouw is niet in de uitzending geweest. Nee, klopt. Die zou zeggen, ja, maar dat is toch een prachtig verhaal om wel te laten zien en te laten horen. Waarom kies jij er bijvoorbeeld voor om iemand dat toch niet in de uitzending te laten? Omdat veiligheid voorop staat. En als iemand nog niet de moed heeft om de stap te zetten om het in het openbaar te vertellen, dan is het goed om het op deze manier afgeschermd te houden. Zodat ze eerst kan groeien in een stukje vertrouwen naar de ander toe en in een stukje veiligheid. En dan komt die stap misschien vanzelf wel. Ja, wij zitten dan met z'n tweeën. Jij zit aan de telefoon, jij ontvangt de mensen als eerste. En daarna krijg ik ze eventueel te spreken. Maar we laten de mensen niet zomaar weggaan. Hè? Samen met CPC kunnen wij nazorg bieden. Hoe werkt dat? Als mensen gebeld hebben en ze willen graag nazorg hebben, dan worden ze teruggebeld. Er wordt ook gevraagd van wanneer dat het beste uitkomt, zodat het ook op een veilige manier kan gebeuren. En dan kunnen ze een afspraak maken of telefonisch in ieder geval hun verhaal vertellen. En dan wordt er een stukje nazorg verleend in de vorm van gesprekken of waar ze samen dan in overeenkomen. En het schijnt ook op de website van Family 7 kunnen ze ook via de link bij de CPC terecht. Oké. Maria, aanstaande vrijdag weer een uitzending. En blijf weer spannend. Hè? Wie gaat er bellen en waar gaat het over? Zeker. Maar zeker. Zo is het leven. En ik hoorde net in de uitzending waar ik bezig was een open oog voor de naaste. En dat geldt eigenlijk hiervoor ook. Alleen wij doen het dan misschien iets anoniemer achter de telefoon. Maar ook dit is een vorm van een open oog hebben voor de naaste. Mooi. Dankjewel, Maria. Ja. Fijne dag verder. Ja, dankjewel. Dat was Maria Minne en zij is betrokken bij het programma Biecht TV. Aanstaande vrijdagavond tussen 11 en 12, dan is er weer een nieuwe aflevering. En dan heeft u ook weer de gelegenheid om te bellen. Als u zegt, ik wil het wel eens zien of meemaken. U bent van harte uitgenodigd. Hebben jullie wat te biechten? Dan kunnen we nu even nog... Ik bewaar het even. Oké. Stel je voor, hè, dat je... Ja. Nee, er zijn natuurlijk wel grenzen aan wat je vertelt. Hè? Ja. En of dat publiekelijk moet, dat is dan nog maar de vraag. Wat vinden jullie van het idee dat het publiekelijk op tv gaat? Ik voel de aarzeling. Jullie censureren dat wel. Ik denk dat dat wel goed is. Dat jullie toch een beetje kijken maar je hebt van niet, wat op alles griep. Er kunnen toch ook dingen tussendoor glippen. Dus, maar we hopen dat het andere mensen inspireert om de geheimen waarmee ze lopen, om die werkelijk los te maken en daardoor in vrijheid te komen. Want leven met een geheim, dat kan ziekmakend zijn. Dat uit rapporten in de voorbereiding werden we getroffen door verschillende onderzoeken, dat mensen ook echt fysiek ziek kunnen worden vanwege het verborgen houden van geheimen. Dus daar is wel het een en ander een studie over gedaan. Wij gaan er even uit voor de reclame en zo praten wij weer verder. Dan hebben we weer een foto die in de pureermachine is gegaan. Mogen jullie ontdekken welke foto het is, want die foto herstelt zich ongeveer in 30 seconden. Ik zie Marg al kijken van, kunnen we even kijken, maar klein stukje dan.
Als jullie denken dat je weet, nou nee, dit weten we niet. We gaan het zo ontdekken na de reclame. Blijf kijken.